De strijd van ons land tegen het water is al eeuwen oud. Met succes hebben we land van de zee gewonnen en hebben we in de afgelopen 70 jaar met de Deltawerken onze kustlijn met 700 kilometer ingekort. En daarom zijn we op dit moment veiliger en beter beschermd tegen het water dan ooit. Maar onze strijd tegen het water gaat een nieuwe fase in. De zeespiegel stijgt door het uitzetten van warmer wordend oceaanwater en door het smelten van gletsjers en ijskappen. De afgelopen eeuw ongeveer 25 centimeter. En hoeveel komt daar nog bij? Dat hangt ervan af hoe ver de aarde nog meer opwarmt. Een opwarming van 1,5 graad zou heel goed nieuws zijn. Dan blijven de komende eeuwen de ijskappen van Antarctica en Groenland waarschijnlijk intact. En dan blijft de zeespiegelstijging de komende eeuw beperkt tot waarschijnlijk enkele tientallen centimeters. Warmt de aarde flink meer op dan 1,5 graad, en daar ben ik persoonlijk wel bang voor, dan moeten we ons gaan voorbereiden op een veel grotere zeespiegelstijging van enkele meters in de komende eeuwen. Dat heeft wel kans van slagen, maar waarschijnlijk wel tegen zeer hoge kosten en met grote maatschappelijke gevolgen. Op de lange termijn is voor Nederland de zeespiegel daarom het argument om in te zetten op een duurzame toekomst zonder menselijke uitstoot van CO2.